Goedemiddag, welkom terug bij het programma van de NOU. We gaan dadelijk verder met een lezing van Casper van Leeuwen. En Casper van Leeuwen is werkt bij het NIOO, N-I-O-O, en hij is daar senior onderzoeker en hij is junior group leader. En hij gaat ons nu vertellen over de viseters als verspreiders van zaden, ongewervelden en nutriënten. Casper, ga je gaan. Ja. Dankjewel, Tom. Precies, ik ben Casper van Leeuwen en ik werk bij het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. En daar doe ik zowel onderzoek aan watervogels als aan vissen, als ook aan waterplanten en ongewervelde diertjes in het aquatische systeem. En daar komt eigenlijk mijn interesse voor viseters kijken, want die viseters die zijn natuurlijk onderdeel van het hele systeem van zoetwater-ecosystemen. En dat onderzoek ik aan alle kanten. Nou, vandaag wil ik jullie meenemen naar niet alleen maar de viseters zelf, maar ook de dingen die zij kunnen betekenen voor die aquatische systemen. Dus de planten, ongewervelden en dat ze ook bijvoorbeeld nutriënten kunnen verspreiden. Dus de titel is inderdaad viseters als verspreiders van zaden, ongewervelden en nutriënten. En misschien nog wel wat meer. Kijken of dit werkt. Ja, en nou, het gaat vandaag vooral over drie verschillende soorten. Ik concentreer op de aalscholvers, blauwe reigers en de kleine mantelmeeuwen. Want daar hebben we de afgelopen jaren aardig wat onderzoek naar gedaan. En nou, hier zie je zo'n aquatisch voedselweb. En in zo'n systeem kunnen die viseters dus effect hebben, wat ik net al zei. Er is iets boven in beeld, zien jullie allemaal ergens daar. aalscholvers en de blauwe reiger. Nou, je ziet een pijlen die eten vissen, dat wisten we al. Maar die vissen die eten op hun beurt weer bijvoorbeeld zooplankton, kleine waterdiertjes. En dat dierlijke zooplankton dat eet op zijn beurt weer algen. Dus op die manier zijn er allerlei interacties in dat systeem. Die visetende vogels, als die nou heel veel van die vis eten, dan zullen die vissen in aantallen af gaan nemen. Waardoor die bijvoorbeeld het dierlijke plankton weer kan toenemen in aantallen. En als dat weer toeneemt, dan kunnen die algen weer afnemen. Op die manier kunnen visetende vogels dus allerlei directe effecten hebben op zo'n aquatisch voedselsysteem. Maar ze kunnen ook nog indirecte effecten hebben. En daar wil ik het eigenlijk vandaag meer over gaan hebben. Ze kunnen namelijk nutriënten verspreiden. Ze kunnen planten en ongewervelde diertjes verspreiden. En misschien zelfs toxische stoffen. Nou, ik wil beginnen met nutriënten. Dat is misschien ook wel iets wat jullie al veel opgevallen is als je een beetje veel met viseters werkt. Bijvoorbeeld, dit is een eiland ergens in een oceaan, schematisch aangegeven met pinguïns erop. Je hebt vaak op die eilanden dat is natuurlijk veilig om te broeden, dus dan krijg je hele hoge dichtheden van visetende vogels die daar broeden, zich voorplanten. En die halen vis uit het marine systeem, uit de zee, en die poepen heel veel nutriënten terug op die eilandjes. En dat kan, dat kan oplopen tot hele grote hoeveelheden nutriënten, dus stikstof en fosfor, wat dan op het land gebracht wordt. En natuurlijk als het dan regent, dan spoelen die nutriënten weer terug naar zee, of naar een meer waar eventueel een eiland in ligt. Maar op die manier kunnen dus wel nutriënten weer terugkomen van zee naar land. Dan vond ik online dit plaatje. Dit is Macabi, is een eilandje voor de kust van Peru. En nou ja, daar is het zo extreem, daar wonen naar schatting zoiets van 4 miljoen aalscholvers en pelikanen en nog allerlei andere visetende vogels. En die wonen daar al heel lang, al eeuwen. En daardoor is er een ongelooflijk dikke laag met vogelpoep ontstaan op die eilanden. Op dat eilandje. En het was zelfs zo erg dat het dus door mensen geoogst wordt, in zakken gestopt wordt en als mest weer gebruikt wordt. Dus dat die visetende vogels heel veel poep met nutriënten aan land brengen, dat blijkt wel een beetje uit dit plaatje. En dat kan ook effecten hebben op planten. Dit geeft ook aan dat bijvoorbeeld aalscholvers en blauwe reigers ook per dag dus al heel veel stikstof en fosfor kunnen aanbrengen. Hier zie je op de x-as verschillende vogelsoorten staan en op de verticale as het bovenste plaatje, de stikstof en de fosfor die ze in gram per dag kunnen uitpoepen. Het meest rechtse balkje, want ik denk dat het thuis niet zo makkelijk te zien is, maar het meest rechtse balkje is aalscholvers in elk plaatje.
En dan zie je dat het toch al boven de 10 gram per dag uitkomt voor stikstof en boven de 3 gram per dag voor fosfor. En dat het in een heel seizoen, dus wel 1,5-2 kilo stikstof en bijna 0,5 kilo fosfor, door één aalscholver in een systeem ingebracht kan worden. Dus dat stikstof en fosfor heel belangrijk zijn voor planten. Ik denk sinds de stikstofcrisis weten we allemaal wel wat er met stikstof, dat het allerlei effecten kan hebben, positief en negatief. Maar dat het dus grote effecten kan hebben, die visetende vogels, op die manier op een plantengemeenschap. Dat wilde ik vandaag eventjes aangeven. Dat er nog op een andere manier... En dat het ook plaats kan vinden over grote afstanden. Dat is nog een punt dat ik even wilde maken. Er is Frans onderzoek geweest en die zijn bij een lange tijd bij een meer gaan monitoren waar een grote aalscholverkolonie zat. En die zagen dat de verschillende aalscholvers eigenlijk alle kanten op gaan, daar allemaal vis eten en dan weer terugkomen naar die kolonies. En dat het over tientallen kilometers gevlogen wordt om te gaan fourageren. En dat betekent dat in dit meertje, dus het centrum in alle pijltjes, die pijlen geven aan waar die aalscholvers dan een vis vandaan halen en vliegen ze weer terug naar dat meertje. Dan worden dus al die nutriënten die nabijgelegen meertjes, die komen dan dus uiteindelijk als poep terecht in dat meer waar ze, of op de plek waar ze op dat moment bijvoorbeeld gaan slapen. Dus dan krijg je een concentratie van nutriënten en dat kan effecten hebben op je plantengemeenschappen, want op de ene plek worden de nutriënten uit het systeem gehaald en op de andere plek erin gedaan. Dus dan kan je een verandering krijgen van plantengemeenschappen door effecten op nutriënten. En dat kan ook nog op een andere manier. Planten hebben natuurlijk nutriënten nodig, dus dat is een belangrijk effect van viseters. Maar het is ook handig als je je zaadjes op een bepaalde plek terecht krijgt. Want stel nou dat je een plant bent en je bent een waterplant, je woont in een poeltje. Maar 10 kilometer verderop is ook een geschikt watergebied wat je zou kunnen koloniseren. En dan is het nog niet altijd even makkelijk om daar terecht te komen. Dat kan misschien via de wind, maar dat kan ook niet voor alle planten. En dat is ook niet een hele rechtstreekse manier van verspreiden, want de wind kan je ook op de snelweg landen. Dan heb je natuurlijk niet zo'n goed habitat om te gaan groeien. Terwijl je met watervogels op die manier wel heel doelgericht op een goede plek terecht kan komen. We weten al langer dat watervogels in staat zijn om planten te verspreiden. Veel bijvoorbeeld eenden, allerlei eendensoorten die eten plantenzaden van oeverplanten, van onderwaterplanten en ook van landplanten. En die een deel overleeft de vertering van in het verteringsstelsel. Na een uur of 6 tot 10 komen die zaden er weer uit en dan is die eend inmiddels op een hele andere plek. Op die manier kunnen planten dus inderdaad van het ene poeltje naar het andere poeltje gaan. En dat geldt niet alleen voor planten, maar ook voor ongewervelden zoals watervlooien, die van die ruststadia maken. En die ruststadia worden ook veel gegeten door watervogels en die kunnen op die manier ook verspreid worden van het ene gebied naar het andere gebied. Maar nou dacht 150 jaar geleden Darwin al bij zichzelf, ja, maar zou dat ook niet nog wat ingewikkelder kunnen? Dat is natuurlijk leuk. Dus die heeft de hypothese neergelegd dat vissen ook veel plantenzaadjes en ongewervelde diertjes eten. En als die vis nou net een zaadje gegeten heeft en vervolgens komt die aalscholver of die andere visetende vogel en die eet die vis, zou dat zaadje dan niet in die visetende vogel terecht kunnen komen? Nou, dat zijn we uit gaan zoeken bij aalscholvers en zijn nu ook met een project van blauwe reigers bezig. En dat hebben we in kaart gebracht. Want wat doen die aalscholvers? Nou, we weten nu al dat ze tientallen kilometers verderop fourageren in watergebieden, vis eten. En dan vliegen ze terug naar hun plek om te slapen. En dan allerlei onderdelen die ze gegeten hebben van die vissen, zoals de botjes en de graatjes en dingetjes, die produceren ze dan in een soort braakbal. Zoals uilen, roofvogels, andere dieren. Die produceren braakballen. En we hebben die braakballen verzameld. Verschillende plekken in Europa, Noord-Europa, in Nederland. En toen vonden we in die braakballen allerlei plantenzaden. Dus 1 op de 3 braakballen die bevat plantenzaad. En 1 op de 5 braakballen bevatten nog resten van ongewervelde diertjes. Die dus niet rechtstreeks gegeten kunnen zijn door die aalscholvers, maar die gegeten zijn door die vissen en vervolgens door die aalscholvers. En bijna de helft van die braakballen bevatten wel iets van een
een plantzaadje of een ongewerveld diertje. Nou, dan, als je gaat kijken naar welke soorten planten daar dan verspreid worden, dan ontstaat er wel een leuk plaatje. Want als ik een beetje denk aan zo'n aalscholverkolonie, dan denk ik aan bijvoorbeeld een dode wilgenboom die over het water heen hangt, waarvan een deel van die aalscholvers gaat slapen, of in ieder geval heel veel tijd doorbrengt in die dode boom. Maar een deel die zal boven land zitten en een deel zal boven het water zitten. Onderin in het plaatje, dus van het plaatje van een meertje, zie je de 10-5-5 staan. Van de iets van 20 plantensoorten die we gezien hebben, die in die braakballen zitten, bleek dat 10 van die soorten eigenlijk landplanten waren. Dus we denken dat die landplanten zaden produceren, die waaien met de wind, of die vallen gewoon, die groeien een beetje op de oever, die vallen dan in het water. Die zinken of die blijven drijven, die worden door een vis gegeten. En die vis wordt door die aalscholver weer gegeten. Nou, dan zou het voor die landplanten natuurlijk interessant zijn als die aalscholver zijn braakbal ook weer op land gooit. Nou, dat gebeurt met een groot deel van die braakballen. Maar we zagen ook 5 soorten planten die wat echt karakteristieke oeverplanten zijn, die alleen op de oevers vindt. En 5 soorten die alleen in het water voorkomen. Maar ja, zo'n braakbal, die oeverplanten die produceren natuurlijk ook zaden die in het water terechtkomen. En de aalscholvers die kunnen ook die braakballen weer in het water of op de oever gooien. Dus op die manier zijn er voor zowel land, water als oeverplanten mogelijkheden om door die aalscholvers verspreid te worden. En 1 op de 20 zaadjes die we vonden, dat kiemde ook nog. Dus er zit ook nog levensvatbaarheid in. Dat gold ook, we hebben ook behalve plantenzaden hebben we ook ongewervelde diertjes gevonden. Dus mosdiertjes van die priozoen, schaaldiertjes, sponsen. 7 verschillende soorten ongewervelden die dus op die manier ook van de ene plek naar de andere plek mee kunnen gaan. En nou, dan kan je afvragen van ja, maar we wisten toch al dat die eenden dat op een grote schaal doen. Dus wat maakt het uit dat die aalscholvers dat dan voor een ingewikkelder proces ook nog doen? Maar we vonden eigenlijk wel een paar soorten, planten, 6 soorten, die uniek waren voor aalscholvers, visinteracties, om op die manier verspreid te worden. In plaats van alleen maar vieren, waarvan we wisten dat het door eenden gedaan werd. Dus het kan natuurlijk best zijn dat als een zaadje van een plant eigenlijk verloren is voor een eend om opgegeten te worden, omdat het heel snel zinkt en tussen de modder op de bodem van een meertje terechtkomt, dat het nog wel door een vis opgepikt wordt. En dat die vis vervolgens weer door die aalscholver opgepikt wordt. Dus wij denken toch wel dat het een complementair mechanisme is, dus een beetje een aanvullend mechanisme ten opzichte van de verspreiding via primaire vectoren, zoals we dat van andere watervogels al weten. Nou, dus een aalscholver is een. En wat we ook nog wilden weten is hoe het nou zat met die vissen. Want zijn er nou specifieke vissen die specifieke plantenzaden eten en die dan door die aalscholvers meegenomen worden? En daar hebben we gekeken, maar eigenlijk zijn die vissen niet heel groot die we in onze samples vonden. We vonden wel dat als er meer vissen waren, dat er ook een hogere diversiteit aan ongewervelde diertjes nog in zat. En dat als er bepaalde braakballen waren gewoon rijker dan andere, dus als er meer ongewervelde zaten, dan zaten er ook meer plantenzaden in. Nou ja, we hebben dat een beetje in een ingewikkeld plaatje in kaart proberen te brengen. En daar komen eigenlijk nog niet hele duidelijke patronen uit. Hier is een netwerkanalyse aangegeven van planten in het groen, ongewervelde in het blauw en vissen in het oranje. En als er een lijntje zit tussen de verschillende soorten, dat betekent dat er een correlatie was van het voorkomen van die soorten. Dus je ziet bijvoorbeeld Persa fluviatilis, de baars, zie je staan. Er zit een lijntje naar Plumatella repens, en dat is een mosdiertje. Dat betekent dat als er wat meer baarsresten in zo'n pellet zaten, dat er dan ook meer van die mosdiertjes in zaten. En dat bepaalde, rechtsbovenin zie je een aantal planten die dan met elkaar gecorreleerd zijn. Dus op die manier kan je gaan uitzoeken of er het voorkomen van bepaalde planten te verklaren. Of er correlaties zijn tussen die verschillende groepen. En wat dan voor bepaalde soorten planten bijvoorbeeld. Of die bepaalde soorten planten dan voor die aalscholvers heel belangrijk zijn. Ja. Of die aalscholvers heel belangrijk zijn voor die bepaalde plantensoorten. Of dat het wel meevalt. Dat hebben we ook bij blauwe reigers gedaan, omdat we dachten dat blauwe reigers toch een iets ander fourageerpatroon hebben dan die aalscholvers. Reigers produceren ook braakballen, maar er zitten eigenlijk veel meer haren in. Dat hebben we allemaal verzameld in Groot-Brittannië, van Schotland naar Zuid-Engeland toe en ook in Nederland.
En dan vonden we eigenlijk nog veel meer plantensoorten. Ongeveer dezelfde families, maar veel meer plantensoorten. En ook weer mosdiertjes, ook weer watervlooien. Maar in dit geval waren de prooidieren waren niet zozeer al die vissen, maar ook veel meer zoogdieren. Dus aardmuizen, mollen, woelratten, dat soort dieren. En daardoor krijg je toch weer een ander patroon, dat er dus een hogere hoeveelheid aan plantensoorten verspreid gaat worden. Dus die reigers kunnen weer een andere functie hebben dan aalscholvers. Maar dan is in dit geval is het dus een zoogdier als tussengastheer in plaats van een vis. Nou ja, die zoogdieren zullen hele andere plantensoorten gaan eten dan die vissen. En dit zijn allemaal een beetje, hier hadden we iets van 40, van 70 braakballen. Bij die aalscholvers hadden we 100 braakballen. We denken echt dat we een beetje met het topje van de ijsberg bezig zijn. Dat het dus aangeeft dat het een mechanisme kan zijn. Maar dat er nog allerlei interacties zijn die we de komende jaren willen gaan uitzoeken. Nou, en dan als laatste nog de verspreiding van toxische stoffen. Wat in Nederland gebeurd is de UVA-bits. Dat weten jullie vast allemaal wel. Vanuit de UVA hebben ze grootschalig allerlei kleine mantelmeeuwen voorzien van GPS-trackers. Nou, dat is een ontzettend leuk onderzoek. Er wordt ontzettend veel mee bereikt. Maar die mantelmeeuwen zitten het grootste deel van het jaar, gewoon in de zomer, zitten ze in Nederland. Maar die vliegen in de winter voor een groot deel naar Andalusië, naar Zuid-Spanje, wat lekker warm is. En dan gaan ze voor een belangrijk deel in de rijstvelden van Doñana zitten. Dit is een rijstveld. En er worden natuurlijk nog steeds die GPS-locaties getrackt. Dus we hebben die gebruik gemaakt van het wintergedrag van die kleine mantelmeeuwen. En wat die nou aan het doen zijn in die rijstvelden in Andalusië. Hier zie je dan dat de rijst geoogst wordt. Dan komt er heel veel voer bij vrij. Er zitten ook heel veel exotische Amerikaanse rivierkreeften zitten daar. Ze kunnen allerlei dingen eten in die rijstvelden. Dus het is een heel dynamisch gebied. Bovendien is het lekker warm. Dus we hebben gekeken van, zouden nou die kleine mantelmeeuwen, omdat we zulke gedetailleerde bewegingsdata hebben, hoe bewegen die kleine mantelmeeuwen door het systeem en wat zouden ze eventueel kunnen verspreiden? En dan zie je hier in het geel, een beetje linksonder, dat zijn de rijstvelden. En we hebben nog wat andere gebieden dit is de provincie van Andalusië, Zuid-Spanje, andere gebieden aangegeven waar die meeuwen veel tijd doorbrengen. Om nou eens te kijken wat zouden ze daar vooral kunnen verspreiden. En hier is uitgezet wat voor type landschappen ze dan gebruiken, wat voor type habitats. Dus het percentage van de tijd, in oktober tot en met maart. En dan zie je dat ze in oktober als ze aankomen, oktober, november, december, dat ze heel veel tijd in die rijstvelden doorbrengen. Dat is te verklaren en op een gegeven moment worden die rijstvelden alleen geoogst. Dus dan is tijdens die oogst natuurlijk heel veel te eten, maar daarna neemt eigenlijk de voedselbeschikbaarheid een beetje af. En dan zie je in de loop van de tijd het opkomen van die rode vakken. En dat bracht mij op de toxische stoffen. Dan zie je dat die rode vakken zijn vuilnisbelten. In Spanje hebben ze nog van die open vuilnisbelten, gewoon zo'n vuilstort. Daar ligt natuurlijk heel veel zooi tussen, maar ook wel eten. En dat vinden die meeuwen hartstikke interessant. Dus we zien dat die meeuwen dan ook een groot deel van de tijd weer naar die vuilnisbelten trekken. Als je dat in een kaartje uitplot, een beetje klein misschien thuis, maar dan zie je dat hoe dikker het lijntje op dit kaartje, hoe meer bewegingen er zijn op dagelijkse basis van die meeuwen tussen de verschillende type habitats. En dan zie je dat die rijstvelden, die is nog steeds op dezelfde plek, dat er een hele dikke rode lijn naar het dichtstbijzijnde vuilnisbelt is. En ook naar andere vuilnisbelten. En dat eigenlijk die vuilnisbelten belangrijke plekken zijn die verbindingen aangaan. Dus wij denken dat die meeuwen overdag gaan fourageren op die vuilnisbelten. Dat ze daar heel veel eten. En dat ze dan s'nachts weer op een veilige plek lekker in de rijstvelden gaan slapen. Maar daardoor krijg je natuurlijk wel dat er allerlei soorten stoffen uitgewisseld kunnen worden tussen die systemen. Dus die viseters kunnen ze toxische stoffen van die vuilnisbelten naar die rijstvelden brengen. Vervolgens kan het weer in de rijst terechtkomen en dan eten wij die rijst weer. Maar dat is een ander verhaal. Maar je hebt natuurlijk ook, rijstvelden zijn vaak plekken waar exotische plantensoorten als eerste terechtkomen, omdat het een dynamisch landbouwgebied is. En op die manier kunnen ze dus die exotische plantensoorten weer verder verspreiden in het systeem vanuit de rijstvelden. Dus dat er heel veel frequente bewegingen zijn van die meeuwen, dat blijkt wel uit dit plaatje.
Dan kom ik bij mijn conclusies. Ik hoop dat ik heb laten zien dat die viseters, dat ze zelf interessante beesten zijn. Dat wisten we natuurlijk al. Daar hebben we ook vandaag heel veel praatjes over gehoord. Maar dat ze allerlei functies kunnen hebben in zo'n ecosysteem voor planten. Door ze nutriënten te verschaffen aan planten. Door plantenzaden te verspreiden. Maar misschien zelfs ook toxische stoffen kunnen verspreiden. Dus ze hebben niet alleen directe gevolgen in het voedselweb. Maar ook indirect misschien allerlei gevolgen die we leuk zou zijn om nog nader te onderzoeken. Dan wil ik allerlei mensen bedanken die... het is allemaal niet onderzoek wat ik in mijn eentje gedaan heb. Allerlei mensen bij geholpen, dus bij deze bedankt. En de organisatoren hier bedankt voor de gelegenheid om een mooi verhaal te geven. Dat was het. Dankjewel Casper voor een hele duidelijke lezing. Ik wil nog even rechtzetten, ik noemde je senior onderzoeker in het begin, maar je bent postdoctoraal onderzoeker en junior group leader. Dus. Maar wie weet duurt het niet lang meer voordat je... Het is niet aan mij, maar het zou leuk zijn. Ja. Goed, dan gaan we nu over naar de vragen. We hebben het live vanuit de chat nu doorgegeven. We hebben nu één vraag van Kees Schreven. Mm-hmm. En is het bekend hoe sterk visetende vogels bijdragen aan het vergroten van de genetische variatie van planten in een gebied door zaden te verspreiden? Dat is een leuke vraag, maar is niet bekend. Maar het is wel een relevante vraag inderdaad. Want wat je, wat bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, in riviersystemen oeverplanten. Als je bovenstrooms als oeverplant een populatie hebt, dan kan je natuurlijk wel die zaadjes via drijvend naar beneden toe transporteren. Dus als een zaadje in het water valt, zal die altijd naar beneden gaan. Maar om ook weer bovenstrooms te kunnen koloniseren, heb je natuurlijk wel andere vectoren nodig. En daar zouden die viseters eventueel een rol bij kunnen spelen. En datzelfde geldt dan voor die genetische diversiteit binnen de plant. Dus alles wat ik nu gezegd heb voor plantengemeenschappen en dat zaden plantengemeenschappen kunnen verspreiden. Dat geldt natuurlijk ook voor binnen één plant, om dan die genetische diversiteit in stand te houden. Ja, dat is relevant. Maar zover zijn we helaas nog niet in het onderzoek. Oké, dankjewel. Ja. Ja. Ik vroeg me, wat is de range in het verspreiden van zaden? Hoe lang blijven die in de ontlasting binnen een vogel eigenlijk? Als je aan lange afstand trekkers denkt, hoe ver kunnen zij zaden verspreiden? Ja. De records bij eenden in experimenten. We hebben natuurlijk veel experimenten gedaan. Gewoon een wilde eend zaden voert en dan in een kooitje kijkt. Dan zit je op 72 uur of zo. Dat zou wel kunnen. Maar ook daarbij zou je dan die experimenten bijvoorbeeld moeten gaan corrigeren voor het feit dat zo'n eend, als die vliegt, dat zijn hele darmsysteem anders gaat werken. Dus dat het misschien juist wel stopt, omdat er minder meer bloed naar de spieren gaan. Maar het kan ook zijn dat het dan toch al redelijk snel weer uitgepoept wordt. En dan gaat het weer korter. Dus dat weten we niet zo goed. Maar dat het 20 uur of zo is relatief makkelijk. Dus in die orde van grootte moet je nadenken. En als je dan in rechte lijn inderdaad migratie, dan kom je dan heel eind. Goed, dankjewel. Ja. Dus er is nog een vraag binnengekomen van Martijn van Schie. En hij zegt dat hij zich zorgen maakt eigenlijk over het transport van landbouwgif uit de rijstvelden naar de natuurlijke lagunes. Wat zegt de data hierover? Dat is ook een relevante. Niet alleen inderdaad exotische plantensoorten, maar ook landbouwgiffen. Daar hebben we geen data over, want we weten niet zo goed wat die vissen, wat die mantelmeeuwen nou precies transporteren. Maar je zou het wel op basis van dat artikel waar de referentie van in stond, zouden we wel kunnen gaan uitrekenen. Want we weten dus wel, lagunes inderdaad, is ook een categorie in dat kaartje. Dus we weten wel hoeveel bewegingen er zijn. Dus het zou je in principe kunnen gaan doorrekenen. Dus dat is dat is leuk. Ja. Dus als hij daar zin in heeft, dan stuur een mailtje. Dan gaan we aan de gang. Er kan contact opgenomen worden. Ja. Ja. Er is nog een vraag binnengekomen. De Confrontier vraagt... is het bekend of kleine mantelmeeuwen ook bijvoorbeeld exotische rivierkreeften verspreiden? Bijvoorbeeld via eitjes. Daar waren volgens mij ook de kleine mantelmeeuwen. Even slag om de arm. Maar deze een studie van Adam Lovos-Kies, een Hongaarse jongen die... heeft aangetoond dat de zaden die in diezelfde rijstvelden in Doniana zitten, de zaden op de buitenkanten van die rivierkreeften geplakt. En die rivierkreeften worden veel gegeten door eigenlijk allerlei soorten vogels. En hij heeft een van die soorten, ik dacht de kleine mantelmeeuw, bekeken. En dan inderdaad op die manier in de ontlasting van die kleine mantelmeeuw ook die zaden gevonden.
Maar dat is dus ook weer een vorm van secundaire dispersie. Van twee traps verspreiding, waarbij die eerst die zaden op die kreeft terechtkomen. Want die meeuwen gaan niet rechtstreeks voor die plantenzaden. Tenminste, dat is niet het idee. Op die manier. Dus die kreeften zijn een belangrijk onderdeel van het voedsel voor de meeuwen. Ja. En op die manier kunnen ze die zaden ook verspreiden. Ja. Duidelijk, ja, dankjewel. Ik zie nu geen vragen verder meer. Dus misschien als er nog vragen in de chat voorbij komen, kun je die altijd nog laten beantwoorden vanuit de chat. Tuurlijk, ja. Maar dan wil ik je voor nu bedanken voor een mooie lezing. Ik heb nog een presentje voor jou, dat kan ik je niet uitreiken, maar dat mag je zelf zo pakken. Ja, hartelijk dank voor een mooie lezing. Ja, bedankt. Goed.